Het district Para is vanmiddag een stedenband aangegaan met de stad Xianning uit de Volksrepubliek China. Waarnemend districtscommissaris Jai Kumar Kali en de Chinese delegatieleider Wu Wei plaatsten hun handtekening onder de documenten. IC Kali gaf aan dat er in 2014 reeds een intentieverklaring was ondertekend door de ambassadeur van Suriname in China. Die overeenkomst hield in een samenwerking op het gebied van toerisme, cultuur, onderwijs en milieu, de agrarische sector, industrie en infrastructuur. De DC geeft het belang aan van de stedenband tussen Para en Xianning. De stedenband tussen de City of Xianning en Para moet verder uitgediept worden op de verschillende gebieden zoals landbouw, toerisme, handelindustrie, educatie, onderwijs. Wij hopen van het commissariaat of van het district dat er een goede samenwerking mag zijn en net als eerder vanmorgen aangehaald dat deze relatie, deze stedenband verder uitgediept en uitgewerkt mag worden. Om tastbare resultaten te kunnen boeken voor het district Para. Oké, dank u voor dit moment. De delegatieleider Wu Hui geeft aan wat hij van deze samenwerking vindt en wat daaruit moet voortvloeien. Ik ben een collega naar Suriname gekomen, speciaal om de samenwerking te vertieven. Ik geloof op basis hiervan zullen wij veel meer kunnen bereiken. Wu Wei, delegatieleider van Xianning. Na de ondertekening van de overeenkomst bracht de delegatie een bezoek aan een tentoonstelling gehouden door verschillende ondernemers van het district Para.